Beste leerlingen van B1. We gaan het in dit filmpje hebben over het ontstaan van dorpen, oftewel de vruchtbare halve maan. Belangrijk begrip, en ik heb het vertaald met Eorigina de Pueblo, het ontstaan van dorpen, luna media fertil. De vruchtbare halve maan. Belangrijk begrip, gaan we het zo verder over hebben. Dit is een kaartje van de zogenaamde vruchtbare halve maan. En we gaan het hebben over de ontdekking van de landbouw. Die gebeurde in dit deel van de wereld, het Midden-Oosten in het Nederlands. Niet overal tegelijk werd de landbouw ontdekt. Daar gebeurde dat 10.000 jaar geleden. In de andere delen van de wereld gebeurde dat pas later. Dus het gebeurde niet overal tegelijk. Niet overal igual. Ja. En archeologen hebben ontdekt aan de hand van vondsten, aan de hand van de ploegen, aan de hand van wat mensen aten, komen mee, dat in dit deel van de wereld, deel van de vruchtbare halve maan, dat daar voor het eerst de landbouw is uitgevonden of ontdekt. Invention di agricultura, voor het eerst, promet daar. Ja, daar zijn de oudste bewijzen voor. Poé barbier. Ja, de oudste bewijzen daarvoor zijn in dit deel van de wereld gevonden. Nou, waar hebben we het over als we het hebben over de vruchtbare halve maan? We hebben het dan over Egypte. Ja, ken je misschien wel dat land, meer in Noord-Afrika? We hebben het dan over Fenicië. Dat is tegenwoordig Israël in Jordanië. We hebben het over Assyrië. Assyrië ken je nu als Syrië. En er is helaas een hele grote burgeroorlog gaande de laatste tien jaar. En Mesopotamië. En dat ken je tegenwoordig als Irak. Ja, dat is de vruchtbare halve maan, omdat je, als je een beetje fantasie gebruikt, er een soort boogje is. Zo, ja, dat lijkt op een halve maan. Ja, dus dat lijkt er een beetje op. Ja? Nou, het Midden-Oosten, Medio Oriente, hè, het vruchtbare halve maan. Daar hebben de archeologen ontdekt dat voor het eerst de landbouw is uitgevonden. Ja. Nou, die twee gebieden, we pakken er één punt van, we pakken Egypte en we pakken Mesopotamië. De aarde is opgewarmd, Kenta, en het zorgde ervoor dat sommige gebieden droger werden en dat sommige gebieden juist meer vol planten kwamen. Ja. En die vruchtbare halve maan, sommige gebieden werden droger en sommige gebieden werden juist meer vruchtbaar en begonnen meer plantjes te groeien, zoals we vorige keer hebben gezien. Ja. In Neder-Egypte. Had je de Nijl, een belangrijke rivier. In Mesopotamie had je de Tigris en de Eufraat. Dat waren rivieren. Ja? En de Nijl die begon in Nubië, in de Nubische woestijn. En ontsprong vanuit de Middellandse Zee, de Nijl. Ja? En wat zien we nog meer? De Nijl gaat omhoog richting Opper Egypte, een beetje inlandwaarts, en Neder-Egypte. Upper Egypt en Below Egypt. Nou, die nijl zag er zo uit: de nijl zorgde voor water, want water is nodig om de plantjes te kunnen laten groeien. Zonder water, zonder de vieren, groeien de planten niet. Dus men heeft 8500 voor Christus, dus zo'n 10.000 jaar geleden, denk aan voor Christus, heeft men ontdekt, de archeologen, hè, dat, dat daar de landbouw is ontstaan en eh, Mesopotamië, Betekent ook eigenlijk tussen de rivieren, tussen de Eufraat en de Tigris. Nou, die Rio, de rivieren waren dus. Hopi Importante. Die zorgden ervoor dat de akkerbouw mogelijk was, om de plantjes te kunnen laten groeien. En die zorgden ervoor dat de veeteelt mogelijk was, namelijk dat je kamelen, schapen, paarden, eh, ossen. water kon geven en hun kon gebruiken in de landbouw als werkdieren, to work of. Het kon slachten. en het ees kon opeten. of hun huid kon gebruiken. Maar dat water. van de Tigris, de Eufraat. en de Nijl. dat was dus heel belangrijk. Het water van de Nijl. de Rio. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee. het een en ander heb uitgelegd. over het ontstaan. van de landbouw. in dit deel van de wereld. En als je vragen hebt. zet die dan. Onderaan bij de reacties bij het filmpje. En vergeet je niet te subscriben of te liken of wat dan ook. Of te laten horen hoe ik de filmpjes nog kan laten, uh, beter kan laten worden. Succes en ik zie je.